Johan. Johan, wat een actie daar op het laatst. Dankjewel. Vertel eens, je ziet hem op je afkomen. Ja, je ziet hem op je afkomen. Je probeert het zo goed mogelijk te lezen wat hij doet. En ik zag dat hij dat ging doen. En ik reageerde erop en ik heb hem. Toen wist ik niet of dat we gewonnen hadden. Moest ik eerst even naar de rest kijken. Hadden we gewonnen, denk ik, ja. Ben je dan zo geconcentreerd bezig dat je niet weet dat je voor staat op dat moment? Je houdt het echt niet bij. Je bent alleen gefocust op de volgende tegenhouden. En dat weet je gewoon niet. En dan pak je zo'n een wereldprestatie en gaat ieders weer eens een keer naar een finale. Ja, dat is wel leuk, hè? Finale. Ik heb er zin in. Roland, ja, vertel jou eens jouw verhaal eens. Je begint met een schitterend schot. Ja. Dat betreft doel. Ja, ik weet ook niet waar ik moet beginnen. Het is echt een avond waar je u tegen zegt. We hebben hard ervoor gewerkt. En ik denk dat we er erg goed ons best hebben gedaan met het hele team. De Duitsers zaten goed erop, hè? Ze zaten zeker goed. Heel 100% zeker. En ik denk dat we daar goed op hebben geanticipeerd. En we hebben genoeg tactieken hebben besproken met de trainer. En ik denk dat we toch goed zijn uitgepakt hier. Ja, het voordeel is dat jullie maar met een 2-1 achterstand kleedlokaal ingaan voor de derde periode. En dan is het gewoon weer wachten op de bekende derde periode van dit seizoen. Ja. Dan slip je eruit. Dat is wel een dingetje hier in Gelingen. Ja. We hebben inderdaad echt een hele goede derde periode. En daar proberen we gewoon alles uit ons te halen. Het zijn de laatste 20 minuten en daar moet je gewoon echt het beste eruit halen. Dus ik denk dat we dat vandaag goed hebben gedaan. En dan zie je, Johan, dat jouw metgezellen veel kansen laten liggen, hè? Ja, op zich. Maar ze hebben gewoon goed gespeeld. We hebben het verdedigend ook dichtgehouden. Roland met de snijpie en zo. En we hebben gewonnen, dus het maakt niet uit dat we dan niet met 20 goals winnen, maar dat we met eentje winnen. Dus dat is genoeg. Roland, dat is heel, heel lang geleden dat een Gelenigers de finale gespeeld wordt. Ja, dat klopt. Ik weet nog dat ik als jonge jongen erbij was om te kijken. En nu ga ik er zelf in spelen. Dus het is toch wel een droom die uitkomt, denk ik. Dus dat gaan we meenemen. Ik ga nog even genieten van jullie ploeggenoten. Dan haal ik even de hoofdsponsor erbij, Roger. Van Snackpoint. Roger, jij moet heel tevreden zijn. Ah, geweldig. Weet je, op het moment dat je aan een avontuur begint, dan kun je alleen maar dromen dat je finales gaat spelen. En dat is er vandaag er al eentje. En dan die volgende die komt er ook aan. Volgende week. Geweldig. Dit is even het idee wat er ook achter zat om ermee te beginnen. Dus dit is fantastisch. Kijk, maar als je zo'n finale haalt, dan denk je natuurlijk ook een soort van nou, dan kunnen we misschien wat reclame eruit slepen. Natuurlijk, ja, we zijn dan al hard. Natuurlijk ben je van tevoren al hard over aan denken. Wat ga je doen? Wil je wat extra's gaan doen? De verrassingen komen, Ben. De verrassingen komen. Dat is wel leuk. Maar je staat wel een tevreden hoofdsponsor. Ja, natuurlijk wel. Ik bedoel, dat is een mooie investering. Op het moment dat je het avontuur samen aangaat. Ik heb tegen Ron gezegd, van we doen het voor een aantal jaren. En we gaan echt kijken waar we uitkomen. En ja, dit is wat de bedoeling is. Dus komt goed. Het is ook trouwens dit seizoen fantastisch. Iedere zondagavond, hè? Ja, tuurlijk, geweldig. Kijk, er staan vandaag weer meer mensen op de tribune. Ondanks het slechtste weer. Ondanks Sinterklaasweekend voor veel mensen. Ondanks dat, gewoon fantastisch. Klaar. Ga je nog naar binnen? Nee. Laat de jongens het feestje maar vieren. Ik heb een handje gegeven. Ik vind het prima zo. Dat is goed zo. Dankjewel. Dankjewel.